Strongyloides is een wormpje wat zo klein is dat je het met het blote oog niet kan zien. En toch groter dat je maar een hele kleine vergroting nodig hebt om het te kunnen herkennen. Het ding is een millimetertje groot. Wat is het eigenlijk? Strongyloides is een worm die eigenlijk wereldwijd in tropische en subtropische gebieden voorkomt. Dus in gebieden waar het warm is en waar de grond ook warm is. En eigenlijk iedereen die in die landen verblijven, kunnen die infectie oplopen. Komt dan ook op hele grote schaal in de tropen voor. En we zien het met zekere regelmaat ook bij reizigers voor vakantie of werk. En dan kan het soms tot ernstige problemen leiden. En dat is de reden om het nu te bespreken. Hoe gaat dat eigenlijk? Zo'n Strongyloides, die scheidt eitjes uit de hele dag. Het woont in de darm van mensen, vooral in de dunne darm, dus in het bovenste gedeelte. En die eitjes die komen op natte, warme grond. En dan komen daar uit levende larven, soms ook al zelfs in de ontlasting beginnen die larven te komen. En die ontwikkelen zich in enige tijd in de grond tot larven die de intacte huid kunnen penetreren. Die dus naar binnen kunnen dringen bij iemand die op blote voeten loopt. Of op de grond ligt. En dan gaan ze door het lymfesysteem uiteindelijk via de longen naar de slokdarm. En groeien uiteindelijk in de dunne darm, waar ze met honderden tot duizenden kunnen leven en zich voeden met de inhoud van de darm. Dat doen ze eigenlijk zonder al te veel klachten en problemen te veroorzaken. Maar er zijn omstandigheden waarin dat mis kan gaan. Wanneer die larven in de darm leven en weer die eitjes uitscheiden, dan kunnen in de ontlasting kunnen die eitjes al zelfs infectieuze vormen worden die naar buiten gaan via de anus en dan over de huid op zoek gaan naar een plek waar ze naar binnen kunnen en dan op die manier ook de intacte huid kunnen penetreren. En dat merk je door galbulten te krijgen, jeuk te krijgen en dan op deze plaats, dan op de andere plaats en daarom noemen we dat ook rennende larven, larvacurrens. Ze kunnen dan op weg naar de darm, kunnen ze, wanneer ze door die long passeren, hoestklachten geven. Dat kan soms zelfs op astma lijken. En heel belangrijk en een groot risico is mensen die op latere leeftijd bijvoorbeeld behandeld moeten worden met geneesmiddelen zoals prednison, omdat ze een of andere ontsteking hebben of reuma hebben. En met middelen die bijvoorbeeld voor kanker worden gebruikt. Want dan wordt de normale cyclus van zo'n worm, dus die larf die in ongeveer 30 dagen van larf tot larf zich ontwikkelt, dan wordt die cyclus verkort tot maar 3 dagen. En dat leidt tot een geweldige toename van het aantal van die wormen in het lichaam. En die zitten dan niet alleen maar in de darm, maar die gaan eigenlijk op de loop door het lichaam heen. En kunnen dan afwijkingen geven, zelfs infecties, want die darminhoud, het zijn bacteriën, overal in het lichaam. Dus in de longen, in de hersenen, in de darmen, noem een orgaan en er kan een dergelijke infectie optreden. En dat is een zeer ernstig ziektebeeld wat tot de dood kan leiden. Dat is eigenlijk pas weer ontdekt toen we zagen bij mensen die in de kampen in India hadden gezeten en die werden behandeld voor een ziekte als bijvoorbeeld Hodgkin of astma met prednison. En die kregen deze hele ernstige infecties en gingen dood. En toen werd ontdekt dat dat eigenlijk door deze worm kan ontstaan omdat die levenslang bij je kan blijven, omdat die telkens die cyclus in stand kan houden. En het is heel belangrijk om dat op tijd te bedenken en je te realiseren dat je hoe lang geleden dan ook in de tropen geweest bent, de kans hebt om deze infectie op te lopen. En de diagnose is eigenlijk vrij makkelijk te stellen. Weer opnieuw, eraan denken is eigenlijk al het begin van het vaststellen wat er aan de hand is. En dan is er een simpele test, namelijk net doen. Alsof die larven in de grond terechtkomen, die een beetje vochtig en een beetje warm is. En dan kun je onder een microscoop heel makkelijk heel veel van die wormpjes tegenkomen. En ook de therapie is niet zo moeilijk. Er zijn hele effectieve medicijnen die goed helpen. Maar als mensen een ernstige infectie hebben, is het belangrijk om dat ook goed te controleren. En het allerbelangrijkste van alles is natuurlijk inderdaad niet tot die groep mensen te behoren die die infectie kunnen krijgen of bij zich houden. Dus probeer inderdaad te zorgen dat die larven ook niet naar binnen kunnen lopen. Dus dat betekent niet op blote voeten op de grond waar die ziekte kan voorkomen. Dus daar waar bijvoorbeeld de hygiëne slecht is en de riolen kunnen overlopen op de grond en dergelijke. Maar daarnaast weer, heel belangrijk, als je ziek bent, als je beroerd bent, zeg tegen de dokter dat je in de tropen geweest bent. En dan wordt aan dit soort dingen uiteraard ook gedacht.